Hoi, welkom weer bij een nieuw filmpje. Eindelijk weer. Ik ben weer beter. Tenminste, ik ben hersteld. Maar de nasleep is nog wel wat zwaar. Maar we zijn weer enigszins terug. ik ga jullie mijn shop, mijn stash laten zien. Dat heb ik vorige keer niet kunnen laten zien. Dus dat gaan we nu wel doen. Het kan een beetje rumoerig zijn. Want ik film dit terwijl de storm aan het oppikken is. De hele heftige storm die we gaan krijgen. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er allemaal niet zo goed uit als ik het zo lees. Dus ik dacht, we gaan het nu nog even snel filmen. Want dan kan je me nog horen. Want als die echt zo door gaat komen, dan kan je me dadelijk helemaal niet meer horen. Dus we gaan maar gewoon beginnen. Als eerste de primer die ik had is de Becca First Light Priming Filter. Deze is heel erg fijn. Deze laat ik erin zitten. Omdat ik hier nog maar 1 of 2 keer mee kan doen. En dan is die op. Dus dat is erg prettig. Dan de corrector van PS Prep & Perfect Color Correcting Fluid. Dit is die lichtroze corrector. Deze heb ik al vaker laten zien. Ik vind hem heel erg fijn. En ik heb er echt maar 2 correctors op het moment of zo. Dus deze laat ik er ook lekker in zitten. De Catrice True Skin Hydrating Foundation in 010 Cool Cashmere. Dit is echt een super mooie fijne foundation. Hij dekt goed, hij zit mooi op de huid, hij blijft goed zitten. Ik ben hier echt wel heel erg fan van. Dus die heb ik met heel veel plezier weer gebruikt. Maar ik ga hem wel weer even omruilen voor een nieuwe. Daarbij passend heb ik ook de concealer gebruikt. Alleen deze is in de kleur 005 Warm Macadamia. Waarom ik die kleur ooit heb gepakt, weet ik niet. Want die is echt te donker voor me. Dus ik mix hem met de L'Oreal Infallible More Than Concealer in 320 Porcelein. Want die is dan weer net te licht. Maar deze twee samen werken echt onwijs goed. Je krijgt een super mooie concealer van. Het dekt goed, het zit mooi, het is niet droog. Dus dit is echt een hele fijne combinatie. Die dus goed werkt voor kleur. Dus dat komt perfect uit. Ook die gaan gewoon weer terug, want daar pak ik ook weer even nieuw voor. Qua poeder heb ik de Number 7 Perfect Light Loose Powder in Translucent gebruikt. Dit vind ik een hele fijne poeder. Ja, hij doet gewoon goed zijn werk. Ik vind losse poeders toch wel het fijnst. Maar ik heb nog een aantal vaste poeders die ik ook moet gaan gebruiken. Maar dit is toch wel mijn favoriet om mijn make-up mee te zetten. En die deed gewoon goed zijn werk. Maar ook daarvoor gaan we weer een andere pakken. En dan heb ik, even kijken, de crème producten. De crème gezichtsproducten die ik vorige keer, die heb ik wel laten zien geloof ik. Deze drie, deze wil ik erin laten tot ze op zijn. De Benefit Hoola Quickie Contour Stick. Dit is een mini en die is echt, nou ja, zo goed als op. Er zit nog wat aan de binnenkant. En dat ben ik nu aan het gebruiken omdat ik hem zo fijn vind. Maar die gaat niet lang meer mee. En deze blijven er dus in tot ze op zijn. De Benetint van Benefit. Nou, ook daar zit niet zo heel veel meer in. Minietje. En dit is eigenlijk een lipstick van Perfect Touch in 01. Maar dit is een hele mooie crème highlighter kleur. En die werkt super mooi. En ook daar zit niet heel veel meer in. Dus vandaar. Dus die. Dan had ik voor de gewone poeder, bronzer, blush en highlighter dit paletje van Tarte. De Hemptes Weekender Contour Palette. Ik vind hem zo schattig. Hij ruikt trouwens ook echt zo lekker. Als je deze opent, komt er echt zo'n heerlijke geur naar voren. En het is ook nog eens een super mooi paletje. Hier zit een spiegel in. Die haal ik even weg. En dan heb je dus een bronzer, een blush en een highlighter. En deze zijn alle drie heel erg fijn. Ik gebruik ze met plezier. Je kan ook zien dat hier echt een dip komt. Ja, heb ik gewoon met heel veel plezier gebruikt. Dus die. Dan gaan we door naar de ogen. Oh, ik heb hier trouwens nog mijn MAC concealer voor puistjes liggen. Die blijft erin, want die wil ik ook opmaken. De Essence I Love Color Intense Fine Eyeshadow Base. Die heb ik ook al een paar rondes ingelaten. En die blijf ik ook inhouden, want deze wil ik ook opmaken. Hij is namelijk, gaat best wel goed. En hij is net even wat ouder dan de andere. Die zijn allemaal vrij nieuw. Dus ik wil die gewoon eerst even opmaken voordat ik aan die andere begin. Dan voor de oogschaduw had ik dit palet. Het Urban Decay Born to Run palet. Dit is zo'n leuk palet. Zo'n mooi palet ook. En dit zijn de kleuren. Ik heb vandaag de kleur Big Sky gebruikt. En onder mijn oog Radio. En dat zijn kleuren die ik niet zo vaak gebruik. En daardoor vond ik het juist wel leuk om te gebruiken. Ik heb gewoon zo'n one shadow look. En ik kan het niet echt heel goed zien.
Maar vertrouw me er maar op. Dat het gewoon, ja, gewoon een one shadow look is. En dan heb ik hem uitgeblend met Breakaway. Dit is gewoon een heel mooi palet. Een heel veelzijdig palet. Veel kleuren. Ik heb dus die kleuren gebruikt. Ik heb een keer de oranje kleuren gebruikt. En de neutrale kleuren voor de rest. En dit is gewoon kwalitatief een super mooi en goed palet. Dus die. En ik had er wel deze oogschaduw bij van Kiko. De Long Lasting Wet and Dry Use Eyeshadow in 200. Deze was een tijdje geleden heel populair op YouTube. En toen heb ik hem ook gekocht. Alleen ik vind de verpakking altijd een beetje moeilijk om open te krijgen. Ja, ik heb hem. Zo ziet hij eruit. Ik hou de oogschaduw vast, want hij valt eruit anders. Maar dit is hem. En deze heeft zo'n mooie glans. Maar dat is het enige wat ik mis in het Urban Decay palet. Is echt een beetje een champagne kleur voor op het ooglid. Dus ik had deze daarvoor bijgepakt. En deze is super mooi en heb ik ook gebruikt. Ik heb laatst mijn make-up collectie uitgezocht. Ik heb het niet gefilmd. Maar er zaten zoveel oude producten. Producten die eigenlijk op waren. Producten die ik al zo lang niet heb aangeraakt in mijn collectie. En ik heb het echt eens een keer heel grondig aangepakt. En er zijn 2 volle tassen met make-up uit mijn collectie gegaan. Dus daar ben ik heel trots op. Ik heb alsnog te veel. Maar het is een stuk redelijker. En ik heb nu dus echt producten die ik wil gebruiken. Dus dat vind ik heel erg leuk. En daardoor heb ik denk ik dit jaar wat meer kans om echt door mijn collectie heen te gaan. En dus producten te gaan opmaken. Wat ik heel erg leuk en fijn ga vinden. Dus dat wou ik nog even laten weten. Dan voor de rest heb ik qua eyeliner. Nou, die komen ook steeds terug. De Essence bruine liquid liner. En de Estée Lauder zwarte liquid liner. Die doen het allebei nog. Dus die blijven er gewoon in. En qua mascara heb ik de Essence Rock & Doll mascara. De Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume mascara. Ik weet niet of deze de vorige keer al bij zat. Als dat niet zo was, deze is erbij gekomen. Omdat ik deze opgestuurd heb gekregen van We Are Eves. En die moest ik testen. Dus die moest open. Dus dan gaat hij ook in het everyday bakje. En de Anastasia Lash Break mascara. Die doen het ook nog. De Anastasia mascara die begint wel een beetje op te raken. Maar hij doet het nog. Dus dan blijft hij er nog in. Qua oogpotloden had ik de Essence Inner Eye Brightening Pen. Nou, jullie weten, deze vind ik heel erg fijn. En de Urban Decay Waterline Eye Pencil Legend. Die vind ik ook heel erg fijn. En ik heb volgens mij ook echt deze keer alles in ieder geval een keer gebruikt. Dus dat is echt heel erg leuk. Wenkbrauwen had ik de Essence Eyebrow Styler. Dit is een kerstverpakking, want deze zat in een adventkalender. En zoals je kan zien, er zit pen en die wordt ook steeds groter. Ik vind dit een fijne wenkbrauwpoeder, alleen de verpakking is echt... echt heel cheap. Maar de wenkbrauwpoeder vind ik op zich wel prima. En mijn Revolution Eyebrow Gel. Die vind ik gewoon heel erg fijn. Dan hebben we nog lipproducten. En ik zie dat ik nog wat lipproducten in mijn tas heb zitten. Dus die pak ik er even bij. Zo, die heb ik weer. De lipproducten die in mijn tas zaten was de W7 Lip Twister in pink. Is gewoon een wat roze lippotloodje. Hij is wel wat droger qua structuur, maar hij doet het prima voor de rest. En de Bobbi Brown Rich Lip Color in... begint wat harder te waaien, zoals je misschien hoort. Uber Pink. Oeh, waar is het logo? Daar. Deze is ook super mooi. En die heb ik best wel laatst keer op gehad. En dan had ik ook deze lipcombo. Dit is een Primark lip liner. Er staat geen naam op. Maar deze is ja net iets meer een wat donkerder kleurtje. De wind begint echt op te pakken. En dat kan ook wel kloppen. Want het is nu rond 2:30. En het zou rond 2:00 echt beginnen. En vanavond is het hoogtepunt geloof ik. Als ik het zo lees. Nou verandert dit elk uur geloof ik weer. Maar... gaan zien. En de lipkleur die ik daarbij droeg is de NYX Soft Matte Lip Cream in Kam. En ik vind die Soft Matte Lip Creams heel fijn. Ik heb er echt wel best wel heel erg veel van. En deze heb ik ook best wel wat gedragen weer. En dan de lipkleur die ik nu op heb is de Bare Minerals Gen Nude Lipgloss in Major. Die vind ik super fijn. De kleur vind ik mooi en de formule ook heel fijn.
Dan de setting spray heb ik de Essence de Essence Hydrating Glow Multi-Use Spray gebruikt. Deze vind ik ook heel erg prettig. En er zit ook niet mega veel meer in, dus dat is leuk. En dan als laatst de geurtjes. Voor body spray had ik de Rituals Spring Love Ritual of Holy Body Mist. Hallo. Deze is heel lekker en heel fijn. En die kan ik dit jaar ook wel op gaan maken, want hij is al voor de helft leeg. Dus dat is mooi. Dit kleine formaatje zat trouwens ooit in de adventkalender. En de geur die ik had was Marc Jacobs Daisy Dream Blush. Dat is een geur die niet meer te koop is. Maar die vind ik wel heel lekker. En die heb ik gewoon lekker gebruikt. Nou, dat was wat er allemaal in zat. Het was een hele fijne ronde. Zoals jullie misschien wel door hadden. Echt heel veel producten die ik fijn vond. Die ik mooi vond. Ik heb er gewoon heel erg van genoten. Dus ik hoop dat de volgende ronde net zo goed wordt. Nou, we gaan er natuurlijk best wel wat producten die in blijven. Maar er zijn ook wel echt een aantal producten die erin komen. Ten eerste heb ik een primer erbij gepakt. Omdat de Becca primer ik dus nog maar 1 of 2 keer mee kan doen. En ik heb deze erbij gepakt. Dit is een nieuwe primer. Ik ben op een loopbij. Dat weten jullie. Maar tot nu toe heb ik alleen deze primer en van diezelfde collection de gezichtsspray gekocht. En voor de rest nog niks. Dus nou, dat vind ik best wel goed. Maar dat is de Essence Catching Clouds Cloud Touch Mousse Primer. Ja, dit klonk gewoon zo intens lekker. Die moest ik hebben. Ik heb hem nog niet aangeraakt. En ik ben echt super benieuwd. Dus die gaan we proberen. En dus van die collectie heb ik ook de Milky Spray of zo heet die. Heb ik ook gekocht. Maar dat is alles. Dan hebben we een nieuwe foundation en concealer gepakt. Ik heb de Kiko Wonder Woman Born to Last foundation gepakt. Deze heb ik volgens mij in mijn allereerste Shop My Stash toen gepakt. En die vond ik erg fijn. Dus ik heb hem er weer bij gepakt. En dit is de kleur 02 Porcelain. Porcelain. En de Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer in 003 Porcelain. Of porcelain. Ja, ik kan het nooit uitspreken. Ik heb daar op een of andere manier moeite mee. Maar jullie snappen vast wat ik bedoel. Maar deze, dit is die concealer met dat droppertje. En ik kan me herinneren dat ik deze fijn vind. Maar ik heb hem dus al een tijdje niet gebruikt. Dus ik denk, ik pak deze er weer eens bij. Dan voor poeder heb ik een vaste poeder gepakt. Want ja, die moet ik ook gebruiken. Ik heb de Benefit Hello Happy Velvet Powder Foundation in nummer 1 gepakt. Hoe schattig is deze verpakking? Daar word je toch blij van. Ik heb hier ook de foundation van. Ik had ze ook samen kunnen pakken. Maar ik denk, nou, ik vind het ook wel leuk om eens een keer los te gebruiken. Is de poeder. Daar zat ook een smiley in. Maar die is inmiddels vervaagd. En dit vind ik best een fijne pressed powder. Dus die. Dan qua gezichtsproducten heb ik dit keer geen paletje, maar losse producten. Ik heb de Benefit Hoola Light. Dit vind ik een ontzettende fijne bronzer. En die is zo goed als op. Ik heb hem gerepressed. Dat is niet helemaal goed gelukt zoals je kan zien. Maar hij is al zo verre op dat ik denk dat ik hem misschien in deze 2 weken wel op kan maken. Dus dat zou erg leuk zijn. Dus die gaan we lekker gebruiken. Is een van mijn favorieten. Is gewoon een fantastische bronzer. Dan qua blush heb ik deze Collistar blush. En ik weet niet hoe die heet, want dat is eraf. Maar het is een prachtige blush. Een hele mooie neutrale, beetje movie blush. En ik heb deze al zo lang niet gebruikt, terwijl die echt zo mooi is. En ik ging dus door mijn collectie heen. Toen zag ik deze. Toen dacht ik, ja, eigenlijk moet ik hem wegdoen omdat ik hem al zo lang niet heb gebruikt. Maar ik werd zo verliefd weer op de kleur, dat ik hem nu dus gelijk weer heb gepakt. Dus die. En dan deze highlight van Essence, de Glowing Gold Vitamin C Baked Highlighter. Ik heb deze nog niet gebruikt. Deze ligt nog helemaal nieuw in mijn collectie en dat kan natuurlijk niet. Dus die gaan we gebruiken en proberen. Dan voor de oogschaduw die ik heb uitgekozen. Is een super mooi palet. Van Stila. Nou, alleen deze verpakking al. En dit is het After Hours Eyeshadow Palette. Deze hebben jullie toen in mijn TK Maxx shoplog kunnen zien. Oh, hij is zo mooi. Ik doe even voorzichtig, want die groene kleur is er dus 1 keer uitgevallen. Die heb ik kunnen redden, maar ik wil niet dat hij er weer uitvalt. Het is helemaal rommel. Kijk hoe mooi. Zo'n mooi palet. Ja, echt prachtig. Ik kan niet wachten om die weer te gebruiken. En daarbij heb ik ook de Stila
Glitter en Glow gepakt in de kleur Eternal. Dus een beetje een rosé gouden. En die vond ik er wel mooi bij passen. Zoveel zin om dat palet te gebruiken. Voor de wenkbrauwen heb ik een product dat ik al heel lang in mijn collectie heb. En wat ik ook nog nooit heb gebruikt. En dat moest er nu toch echt van komen. De Benefit Brow Contour Pro. Dit is de kleur Brown Medium. Ja, ik moet hem gewoon echt een keer pakken. Dus die gaan we gebruiken. En ik heb daarbij de Kruidvat Shape Up Brow Lamination erbij gepakt. Ik vind die van Revolution gewoon het fijnst. Maar ja, deze heb ik ook. Dus die moet ik ook gebruiken. Want het is niet dat ik hem niet fijn vind. Anders had ik hem wel weggedaan. Maar ik moet leren afwisselen. Dan heb ik wat oogpotloden gepakt. Voor mijn nude optie heb ik de Max Factor Brow Highlighter gepakt. Dat is ook gewoon zo'n nude potlood. Voor zwart heb ik de Max Factor Excess Intensity Longwear Eyeliner gepakt. En ik heb deze er ook bij gepakt, want ik denk dat deze heel mooi in combinatie met palet is. De IT Cosmetics No Tuck Waterproof Anti-Aging Gel Eyeliner in het bruin. En dat is een hele mooie bruine kleur. Dus die past denk ik wel heel mooi bij het palet. Dan heb ik wat lipkleuren. Ik heb twee lipliners. Oh. De Bijou Softliner in 519. Beachy Nudes. Maar een wat donkerdere. En ook de Max & More liplijnen in Crème Brûlée. Deze vind ik trouwens onwijs fijn. Zeker voor de prijs. En dat is ook een Peachy Nude, maar die is wat lichter. En dan heb ik twee glossjes en ik heb twee liquid lipsticks. Ik heb voor de liquid lipsticks de Stila TLD Liquid Lipstick in Baki. Want die kwam kwam met kleur gewoon super mooi overeen met het palet. Die is wat meer mauve pink. En ik heb de DA Liquid Lipstick in Let's Go on Safari. En dat is dus een peachy. En die vond ik ook wel heel mooi bij het palet. En dan qua glossen heb ik de Becca Glow Gloss in Opal. Wat lichtere peach nude gloss. Super mooi. En deze MAC Lip Glass in Iced Dream. Die is ook zo ontzettend mooi. Dus die. Voor setting spray heb ik gekozen om ook die Kiko Wonder Woman setting spray te pakken. Vond ik wel leuk. En dan qua geuren. Voor de body spray heb ik de Spa Exclusive Sweet Mary Cherry Body Mist. Die zat in de Action Advent Cleaner en die heb ik nog niet gebruikt. Dus ik denk, nou weet je, ik pak die. En hij moet naar kersen ruiken, dat vind ik wel lekker. En de geur die ik heb uitgekozen is de Dior Joy parfum. Er staat heel leuk mijn naam in gegraveerd. En deze geur moest echt groeien, maar nu vind ik hem echt wel lekker. En ik had zin in een weer wat frissere geur, dus die hebben we uitgekozen. Nou, en dat... Nee, ik vergeet één ding. Ik heb ook nog deze Urban Decay eyeliner erbij gekozen. Razor Sharp Longwear Liquid Eyeliner in Space Cowboy. Deze past namelijk onwijs mooi bij het palet. Dus ik denk dat ik daar hele leuke looks met accentje mee kan maken. Dus die had ik ook nog gekozen. En dan heb ik echt alles laten zien. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Laat me weten wat jullie vinden van de producten die ik heb gekozen of die ik heb gebruikt. Hebben jullie ook iets van deze producten? Of zitten er favorieten tussen van jezelf? Of heb je juist aanraders voor producten? Ik hoor het altijd allemaal heel graag van jullie. Laten we hopen dat het allemaal een beetje mee gaat vallen met de storm. Ik hoop dat jullie allemaal veilig thuis zitten. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!